vlog 9. Leef Bemmel. Henk en Frans komen langs. Henk, waar gaan we naartoe? Nou, vandaag gaan we naar de eerste horeca ondernemer. Hé. Hey. We gaan naar Kamel Askander van AJ. En nou, die zit hier natuurlijk op een prominente plaats. En we gaan eens kijken wat er allemaal te beleven valt. Ik kan niet wachten. We gaan er naartoe. We zijn deze middag te gast bij AJ Eten en Drinken. En we treffen aan Kamel en Jordi. Kunnen jullie je voorstellen? Fijn dat jullie te gast mogen zijn trouwens. Ja, jullie bedankt. Kunnen jullie je voorstellen? Ja, ik ben Kamel Askander. Ik ben 58 en ik heb twee kinderen. Alissa 31 en Jordi is mijn zoon 26 en mijn partner in de zaak. Mooi, ja. Jordi. Nou, ik ben dus Jordi, 26 jaar. Ik woon in Arnhem en we hebben hier samen het bedrijf in Bemmel. Ja, volgens mij zijn jullie echt een familiebedrijf, want volgens mij werkt Elisabeth ook met jullie samen. Ja. Kunnen jullie iets vertellen over jullie bedrijf? Ja, ik ben begonnen hier in Bemmel in februari 2012. Dus binnenkort zijn wij eigenlijk bijna 10 jaar bestaan. Jordi is bijgekomen eigenlijk voor al 2016. Hij heeft mij eerst geholpen. En vanaf 2017, hij is mijn partner in de zaak. Ja, geweldig. En ja. Ben je van nul begonnen, Kamel? Of had jij een achtergrond in het... Ja, nee, achtergrond. Ik heb bij ieder vier zaken gehad. Vier zaken gehad, dat is zak nummer 5. En ik heb ook 11,5 jaar hotellerie gedaan. Ik was F&B manager in Macule Hotel Arnhem. Zo, volgens mij hebben jullie ook flink wel wat waardering gekregen in het verleden. Ja, absoluut. Zeker, we zijn twee keer benoemd tot klantvriendelijkste ondernemer van Bemmel. 2 jaar? Ja. Achter elkaar? Of, Nee, niet achter elkaar. Polly was ook één keer de klantvriendelijkste ondernemer van Bemmel. En daar zijn we heel erg trots op en zo proberen we ons ook te kunnen onderscheiden van de rest. Complimenten daarvoor. Dankjewel. Jullie zitten hier in Hartje Bemmel. Jullie merken wat corona doet op ondernemers. Jullie merken dat het weer gaat bruisen. Wat zien jullie als voordelen hier van de plek, Hartje Bemmel? En wat zien jullie nog als kansen naar de toekomst? Ik denk als wij met z'n allen... zoals ook Elle heeft ook gezegd, samenwerking en alle ondernemers zelf onderscheiden in kwaliteit en service en prijs. En wat wij ook zeg maar, als gasten, klanten, consumenten wat aanbieden, wat niet op online kunnen kopen. Zeg maar. En daar trekken wij de mensen naar het dorp, absoluut. Nou, dat blijkt ook wel. Dat hartstikke goed, jullie zijn echt warme gastheren. Wij proberen ook altijd een persoonlijke noot te horen achter de ondernemers. Jordi, waar word jij blij van in jouw eigen tijd? Wat vind je leuk om te doen? Ik hou heel erg van lekker eten en ik hou ook van gamen. Lekker op de bank, potje gamen. Eigenlijk een game gebruik je dan? Van voetbal? Ik hou van FIFA. FIFA vind ik een superleuke game. Dus, ja. En Kamel, waar kunnen we jou voor wakker maken? Voor een chocoladetaart. Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Dan gaan we weer naar een andere ondernemer. Dankjewel voor jullie tijd. Aan wie dragen jullie een stokje over? Aan een hele goede kapster hier in Bemmel. Dat is Nathalie van Asten. Nou, wat een fijn idee. Ja. Ik zou zeggen, tot de volgende vlog!